Wil je iets weten over de geschiedenis van Zwolle? Dan nodig je het echtpaar Dick en Coletta Hogenkamp uit. Vooral senioren zullen veel dingen herkennen. Dingen zoals hoe de Zwollenaren in vroegere tijden werkten, hoe ze bouwden, hoe ze speelden en hoe ze met hun kostbare vrije tijd omgingen. Aan de hand van oude en nieuwe foto's kunnen zij een hele avond vullen over Oud-Zwolle. De jongere generatie zal zich verbazen hoe de Zwollenaren toen leefden. Martin van der Hooft is in gesprek met deze bijzondere mensen. Ja, ik zit op een heel bevoorrechte positie, vind ik zelf, want ik zit tussen Dick en Coletta Hogenkamp in. En eigenlijk behoeven ze geen introductie, maar toch. Dick, vertel, waar zouden we jou voor moeten kennen? Ik vermoed, maar niet alleen mij, maar samen met Coletta, van onze immense hoeveelheid foto's. Allemaal gedigitaliseerd van Oud-Zwolle. Ooit begonnen met 250 stuks en nu uitgegroeid tot 24.000. Waarmee we dus voorstellingen geven op het ene scherm zoals het vroeger was en op het andere scherm zoals het nu is. En ja, ik denk dat de meeste mensen ons daarvan kennen en natuurlijk van de boekjes die we geschreven hebben over Zwolle. Ja, want Dick heeft het over de befaamde collectie Hogenkamp, zoals die in Zwolle bekend staat. Maar die boekjes, vertel daar eens iets meer over, Coletta. Het zijn drie boekjes die gaan over Asdorp, de wijk waar wij eigenlijk geboren en getogen zijn. En één boekje over heel Zwolle in de jaren 50, 60, 70. Ja. Oude foto's, zeg je, boekjes over oude wijken van Zwolle, waar komt die interesse vandaan? Ik ben bang dat het een aangeboren afwijking is. Ooit begonnen met eens kijken van, goh, leuk, ansichtkaart van Zwolle, daar wat van gespaard. Dan komt er een artikel in de Zwolse krant van meneer Spoelstra, toen nog bij Kantwerken, en die zegt van, wie heeft er nog foto's van Oud-Zwolle, van ik vind het leuk om oud tegenover nieuw te projecteren. Nou ja, wij hadden een paar albums met wat ansichtkaarten, die hebben we hem aangeboden. Die meneer was 82 jaar. En op een gegeven moment belde die van, wil je niet mijn dia-verzameling overnemen en mijn apparatuur? Durf je daar verhalen bij te vertellen? Nou, ik was van mijn werk gewend om te praten voor grote groepen, les te geven, dat soort dingen. We wisten vrij veel van Zwolle, ook toen al. Nog geen kwart van wat we nu weten, maar goed. En daar hebben we ja tegen gezegd. En zo zijn we ooit met 200 half kleinbeeld diaatjes begonnen. En dat is nu gigantisch helemaal uit de hand gelopen. Ja. En dan, Coletta, dan heeft Dick heeft zo'n telefoontje. En dan zeg jij ronduit ja. Had je al enig idee wat je in huis ging halen? In het begin niet, maar je hebt interesse en ja, wat je leuk vindt, ga je automatisch uitbreiden, doen. Mm-hmm. Ja. Dus dat is. Dus je ging er volledig mee in. Ik vond het ook al leuk om de kaarten te verzamelen en te bekijken. Nou zegt Dick, die zegt vanuit zijn werk was je al bekend om presentaties te geven, om voor groepen te staan. Hoe is dat bij jou? Want je draait volledig mee bij jullie presentaties. Maar Dick doet meestal het verhaal. Ik zit op de achtergrond, ik ben een souffleur, zeggen we dan altijd. En, heeft hij dat veel nodig? Soms wel. Best wel. En ik doe heel veel achter de schermen ook, de foto's bewerken. Want ja, je krijgt foto's van Oud-Zwolle en vaak zijn het hele oude foto's waar een scheur in zit. En mensen die foto's uit hun album roppen en hoppakee, een gat in de foto. Ja, dat moet wel even helemaal geretoucheerd en gedaan worden. Dat is meestal mijn taak. Ja, we hebben het al een paar keer genoemd. Het geven van presentaties, twee beeldschermen. Eén met de huidige situatie en één met de nieuwe situatie. De huidige situatie en één met de oude situatie. Heel goed. Ja, met de oude foto's. Ja. Waar kan ik die gaan zien? Als je uitgenodigd wordt bij een van onze voorstellingen, en dat zijn meestal besloten situaties, dus dat is niet open. We hebben er ook bewust voor gekozen om het niet op internet te zetten. We hebben geen site, want voordat je het weet ligt je hele collectie op tafel, of op straat moet ik eigenlijk zeggen. Nou, daar hebben we geen zin in. Althans nog niet. Wie weet wat er ooit in de toekomst gebeurt. Je kunt het dus eigenlijk nergens anders zien dan daar waar wij een voorstelling geven.
Ja, en dat is heel divers. Dat loopt van een kanariepietjesvereniging, om het toch niet op ieder uit te drukken, ja, tot verzorgingstehuizen, verpleeghuizen, familiereunie, verjaardagen, waar mensen, we hebben een eerste voorgesprek van, nou, waar ging je naar school, waar kom je ouders vandaan? Ja, ja. Dan vlooien we dat hele leven uit en daar proberen we zoveel mogelijk oude en nieuwe beelden bij te krijgen. Ja. Dan heb je die oude en nieuwe beelden, maar alleen een dia-apparaat aanzetten. Het is veel meer, hè? Ja, want je moet alle apparatuur meenemen. Net als jullie met je camera's, ja, hebben wij onze tafels, de beamers, de laptops, de schermen. En ja, je bent altijd wel een half uurtje van die, voor die tijd bezig. Ja, ik kan me voorstellen dat na de presentatie dat het dan nog leuker wordt, want dan komen de verhalen. Ja, dat klopt. En heel vaak ook mensen die komen, en zo komen wij ook aan een boel foto's, die, oh, daar heb ik nog een foto van, want daar heb ik gewoond. En dan mogen wij de foto's vaak dupliceren. Ja. We vragen nooit de foto te houden, die gaat terug naar de desbetreffende personen, maar wij dupliceren hem en dan... Komt hij in onze collectie. Ja. Gebeurt ook wel dat de mensen opstaan en dat ze zeggen van, nou, die willen wij niet voor, u mag hem hebben, maar niet voor publicatie. Ja, ja. Dus we hebben ook wel opnames die gewoon die in onze collectie zitten. In de collectie zitten. Ja. Ja. Nou hebben jullie, je zegt het al, tegen de 24.000 foto's aan. Dat is een collectie die ook gewoon bewaard moet blijven, want dat is Oud Zwolle. Hoe gaan jullie daarmee om? Hebben jullie banden met bijvoorbeeld het HCO? Daar zijn we ons te degen van bewust. Al onze oude dia's, en daar heb ik het echt over, dia's, ja, ja, die hebben we allemaal gedigitaliseerd voor het HCO. Die zijn allemaal al als dia's naar het HCO toe. Het digitale bestand hebben we daar ook al ingeleverd. Dat was over de eerste 10.000, denk ik, zo'n beetje. En daar is nu iemand, een vrijwilliger, van het HCO doet ook niks anders helaas dan bezuinigen, moet bezuinigen. Daar zijn vrijwilligers dus bezig met nu het beschrijven van die collectie. Maar dat is het verschil tussen het HCO en ons, denk ik. Wij gaan op de nostalgie. We staan geen onzin te verkopen. Ik weet waar het over gaat. Maar ik weet niet van ieder verhaal in welk jaartal of dat is. Ja. Ik weet niet van ieder verhaal wie daar de fotograaf geweest is. En dat wil het HCO dus eigenlijk allemaal wel hebben. Dus in die zin vergt het erg veel tijd voordat het dus ook op de site van het HCO gepubliceerd kan worden. Je zegt daar eigenlijk mee van, wij zijn van de verhalen en we willen iedereen een hele prettige... En vooral een leuke avond aanbieden. En wat HCO doet, is meer de archieffunctie, meer de technische kant van het. En wetenschappelijk verantwoord. En wetenschappelijk verantwoord. Daar zijn ze ook voor ingehuurd natuurlijk. En meer geschiedkundig dan. Ja. Ja. Maar zei je, aan het begin zei je al van, jullie wonen in Assendorp? Woonden in Assendorp. Is daarmee Assendorp het hart van de collectie? Nee, eigenlijk niet. We zijn gewoon eigenlijk begonnen met gewoon heel Zwolle. Ja, ja. Ja, behalve in het begin wat vroeger Zwolle Kerspel was. Ja, ja. En nu hebben we al wel wat van Berkum en Ittersen, maar dat is veel minder, omdat het vroeger was heel veel weiland. Ja. En net als Transhagen, een hele nieuwe wijk, ja, daar is niks oud van. Want dan krijg je constant op het linkerscherm alleen maar een weiland of een koe in een weiland. Ja, en zolang dat niet een verdwaalde koe is die niet naar het slachthuis wil, ja, is die koe eigenlijk niet interessant. Ja. Is die koe niet zo heel erg interessant. Dat maakt het wel heel lastig, want Zwolle is natuurlijk in al die jaren is Zwolle enorm aan het uitdijen. Je noemt al Berkum, maar ook er zitten ook dorpen bij als Ittersum, de oude Westerholte. Ja. Horen die daar dan ook bij? Zijn daar ook foto's in jullie collectie van te vinden? Nou, wel wat, maar niet veel. Ja. Maar die zouden er toch ook moeten zijn, denk ik. Ja, maar niet of nauwelijks. Het is wat Coleta zegt. Dat was allemaal grasland. Dat waren de weilanden rondom Zwolle, de boerderijen. Ja, we hebben nog een paar van een boerderij in de hoop dat als dat verdwenen is en Stadshagen daar gebouwd zou worden, dat je daar nieuwe van kunt maken. En we hebben het geprobeerd.
Maar dat is zo giga veranderd, dat vind je niet weer. Dat zie je ook bij de Assendorpen Luren. Schitterend mooi gebied. Nu helemaal Hanzenland. Nou, wij kennen het allebei van vroeger. Maar we zijn er met een mevrouw naartoe geweest die daar 40 jaar gewoond heeft. En dan hebben we dus oud of nieuw tegenover oud proberen te maken. Nou, je zoekt je wezenloos. En een heleboel punten kun je ook niet meer bereiken. Van daar staan dus gebouwen op de plek van de vorige fotograaf. Ja, je hebt het over de Assendorpen Luren, waar je dat misschien nog wel een klein stukje in kunt zetten, in de oude Schelle. Ja. Wat daar tegenaan lag, oud glas. De viersprong. Nou heb ik nog een oude foto thuis liggen. Ik ga gewoon naar jullie bellen en zeggen van, kom op met die foto en dan gaan jullie het verhaal erbij verzinnen. Ja. Nou, verzinnen is overdreven. Of moet ik het verhaal er ook bij leveren? Nee, maar we zoeken wel een verhaal erbij. In allerlei boeken en dergelijke. En waar gaan die verhalen dan over? Gaan die over de gebouwen of gaan die vooral ook over de toenmalige bewoners, zeg maar? Dat is heel breed. Dat kan over beide gaan. Dat hangt er vanaf wat het leukste is om te vertellen en wat ik weet. We hebben zo'n, denk ik, rond de 400, 500, 600 boeken over Oud-Zwolle. We weten daar behoorlijk wat van af, moet ik eerlijk zeggen, zonder ons te veel op de borst te willen kloppen. Maar we hebben ook heel veel verhalen van mensen die ze vertellen bij de foto. En die noteren wij dus ook. Dus het is ook een stukje mondelinge geschiedschrijving wat wij doen. Ja. En mondelinge geschiedschrijving, je zegt dat jullie hebben al 3 boekjes geschreven. Zou die verhalen ze zeggen wel eens een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Maar die verhalen die raak je kwijt. Die foto's kun je digitaliseren. Wat doe je dan met die verhalen? Want ook eigenlijk is het een combinatie, hè? Ja. We hebben wel vaak dat we een dia even beschrijven. Alle dia's moeten beschreven worden. Ja. Maar dat is ook een heel karwei. Want we die 24.000 opnames, en ik geloof dat we rond de 12.000 pas beschreven hebben. Ja. Maar ja, dat is ook inderdaad van achter de computer zitten en... En die beschrijvingen heb ik ook allemaal ingeleverd bij de HCO. Die heb je ook allemaal. Dus bij de HCO is inderdaad, behalve de techniek van wie is de fotograaf, waar is de foto genomen en noem maar op. Ook het verhaal wat bij de foto hoort, ligt daar ook. Hoe lang kun je dat nog... zelfstandig blijven doen. En dan heb ik het niet over jaren, maar op een gegeven moment 24.000 foto's. Nou, je zegt zelf al, collega, van we zijn op de helft met het beschrijven. Kan dat met z'n tweeën gewoon blijven doen? Of heb je de hulp van een heleboel Zwollenaren daarbij nodig? We doen het eigenlijk met z'n tweeën altijd. En of het ooit helemaal klaar komt, dat betwijfel ik ook. Ja. Want het is een eindeloze hobby, want ben je weer een beetje bij. Dan heb je een voorstelling en dan komen er weer een tiental mensen met foto's, nieuwe verhalen. Mm-hmm. En het fokt steeds aan. En zei ik net al van, de stad is volop in beweging. We hebben zelfs al een aantal wijken die vanuit die hele oude collectie misschien al wel weer een keer opnieuw op de schop zijn. Zitten die er ook in? Ja, die zitten er ook in. En dat is ook het leuke. Dat komt ook doordat wij natuurlijk steeds ouder worden. En dat hoop ik dat zich dat nog even voortzet. Maar wij komen tegenwoordig steeds meer gebouwen tegen die wij hebben zien bouwen en die nu er weer afgebroken zijn. Dat proces, dat zie je ook in het hele gebeuren. Het is niet je vraag, dat weet ik, maar ik vind het wel leuk om even te vertellen. Het heeft ook een enorme spin-off. Een spin-off in de zin van, we zijn nu druk bezig voor Holtebroek 60 jaar. Mm-hmm. We moeten aan de slag voor wijkcentrum De Enk, bestaat 40 jaar. We zijn onvoorstelbaar druk met World Press Photo en daaraan gekoppeld in Zwolle. You and I nee, in de wijk. Nee, het is niet de wijk vertelt. Wijk vertelt. Ja. Nou, is in dit geval Holtebroek verteld en Zwolle Zuid verteld. Nou, de oude foto's daarvan worden weer door ons geleverd. We gaan daar binnenkort een masterclass geven over het sociaal-culturele van Holtebroek. Het sociaal-culturele achtergrond van. Nou, dat vergt aardig wat studie. Maar dat is ook verschrikkelijk leuk om te doen. Dus we zijn er ook bij voortduring erg druk mee. Wat ik al zei,
dan is er op een gegeven moment is er zo'n avond. Neem ons eens mee in zo'n avond. Een collega die sleept al die apparatuur mee naar binnen. Ja, samen, hè? Oh, samen. Ik moet helpen, ja. Ik dacht dat jij daar... Jij zei dat je op de achtergrond bezig was. Jullie slepen met z'n tweeën. Slepen die apparatuur mee naar binnen. En dan, wat krijg ik te zien als ik op zo'n avond bezig ben? Of aanwezig ben? Dat hangt er heel sterk vanaf bij mensen om vragen. Als het de eerste voorstelling is, dan adviseren wij altijd de oude binnenstad. De meeste mensen kennen de oude binnenstad. Nou, er is over Zwolle zo verschrikkelijk veel te vertellen. En dan ga ik niet over stadsrechten en dat soort dingen. Maar over leuke weetjes die mensen dus niet kennen. Als voorbeeld, je gaat onder de Sassenpoort door. Nou, binnen een stad had je heel relatief weinig ruimte, dan zie je dat na die poort toch een breed stuk is. Ja. Dat was het parkeerterrein van die tijd, want daar zette je je koetsjes neer. Rechts om de hoek van de Sassenpoort had je het logement de Pauw, daar kon je je paard stallen en je koetsier. Want de hele binnenstad is maar 800 meter een doorsnee en dan ging je dus lopend de stad in. Ja. Nou, dan merk je dus dat er toen ook parkeernood was. Hetzelfde zie je als je aan de kant van de oude Dieserpoort, de Dieserstraat of nu Dieserpromenade in komt, daar zie je ook zo'n breed gedeelte. Ja, ja. Nou, hoe kom je aan de Smeden, hoe kom je aan de naam Kortademhalingsstraat, hoe kom je aan het Pelzerpoortje, wat zijn Pelzers, wie was de eerste gastarbeider in Nederland? Nou, de Milano, zo'n man die granito aanrechten maken. Ja, ja. Nou, of de Chinezen met hun pindabak in gesmolten suiker. Ja, er is zo verschrikkelijk veel over te vertellen. Ja, en dan vertel je die verhalen en ondertussen kijk ik naar foto's van het oude... Die van, dat laten zien, ja, wat ja, ik, waar ja, ik over vertel. Bij, ja, dan zie je inderdaad eerst de Sassenpoort en dan komt de Dieselpoort en dan komt de Pindachinees. Ja. Dus. En nou ben ik sowieso zelf heel erg geïnteresseerd in historie, dus ik wil daar een keer bij zijn. Dat is toch eigenlijk. En hoe benader ik jullie? Je zegt al van ja, de Canariepietjesvereniging mag me bellen, maar jullie staan gewoon in het telefoonboek onder collectie Hoge Kamp. Nee. Wij maken er ook helemaal geen reclame voor. Nu wel. Dat zei zo, maar dat is jullie schuld. Wij zoeken het niet spontaan op, moet ik zeggen. Maar als we om vragen, dan geven we meestal een visitekaartje en dan staan de gegevens op. Ja. En, want ik kan mij voorstellen dat er veel meer mensen als alleen binnen die verenigingen hier graag een keer bij aanwezig willen zijn. Ja. Maar goed, we doen het dus ook voor de Zwolse Historische Vereniging. Ja, dan kan er ook maar zo 200 man in de zaal zitten. Ja. En als er echt een keer iets is, dan kunnen wij best regelen dat iemand, als jij bijvoorbeeld zegt van nou, ik zou zo graag daar een keer bij willen zijn, dat wij bij die vereniging zeggen, wij nemen een introducering. Ja, oké. Dus dat zou kunnen. Dat is ook wel eens gebeurd. Ik heb nog 1000 vragen. En als ik naar jullie luister, dan denk ik dat jullie nog 1001 verhalen hebben. Ik ben in ieder geval heel erg getriggerd. En ik denk dat iedere Zwollenaar een keer bij jullie in die zaal moet gaan zitten. Ik ga jullie heel erg hartelijk bedanken en wens jullie heel veel succes. Want ik ben zelf wat dia's aan digitaliseren. Ik weet hoeveel werk het is. En om dan te bedenken dat ik er nog 12.000 zou moeten beschrijven en dat die collectie alleen maar doorgroeit. Dick en Coletta, heel veel succes en blijf dat werk lekker voordoen. Doei. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, dankjewel.